Hallo iedereen, welkom in een nieuwe dag, nieuwe video. En ik had me net een tas koffie ingeschonken. Dus ik zou zeggen, in plaats van mij dat alleen te laten nuttigen, neem er zelf ook een tas thee, koffie, water bij. En dan kan ik je even meenemen in mijn gedachtengang. Want gisteren vertelde ik jou al meer over de kracht van je gedachten, de kracht van de emoties. En het ding is, wat dat maakt dat veel mensen niet in staat zijn om hun manifestaties of hun wensen eigenlijk te manifesteren, is net omdat ze eigenlijk niet goed weten welke emotie dat ze er moeten aan koppelen of vanuit welke energie dat ze moeten gaan manifesteren. Ik zou zelfs bijna zeggen dat ze niet weten en niet voelen, nog nooit hebben ervaren wat dat het is om in een hoge vibratie, dus om in die hele hoge energie te zijn, te leven. Dus vanmorgen, nadat ik dat wat yoga gedaan had, wat hoe zeg je dat, core oefeningen, oefeningen voor het versterken van je buikspieren. En ik neem daar onmiddellijk ook bij mijn vaginale spieren. Dus omdat daar de kern, zeker als vrouw, daar de kern ligt van het baren en het laten groeien, het laten ontstaan, het voeden van het kleine zaadje die jouw wens is. Dus en hoe sterker dat wordt, hoe meer je in staat bent om al je dromen ook werkelijk geboorte te geven, om daar geboorte aan te geven, om dat vorm te gaan geven. Dus vanmorgen was ik bezig met die oefeningen en toen dacht ik me eigenlijk, vaak zien we er tegenaan om daarmee te beginnen. En dat is eigenlijk net zo ook wanneer je een hele grote droom hebt. Dan zie je eigenlijk niet goed hoe je eraan begint, waar het begin is en hoe de stappen er naartoe zijn. Je weet wel waar je naartoe wilt, wat je doel is. En net zoals je zo wil, ik wil fitter zijn, ik wil een sterkere buikspieren, krachtere benen of wat dat dan ook is. Maar ons aanzetten om er gewoonte van te maken, om elke dag de oefeningen te doen, om elke dag te bewegen. Dat is ook bij mij al mijn ganse leven een hele grote uitdaging geweest. Tot ik vanmorgen eigenlijk moest herinneren aan een gesprek dat ik gehad had met een klant, waarbij dat ze eigenlijk ook dezelfde vraag stelde van wat maakt dat ik niet in staat ben om tot beweging aan te komen. En de boodschap die ik toen channelde was eigenlijk, en is dat onmiddellijk begrepen waarom dat eigenlijk niet zo abnormaal is, maar dat was eigenlijk wanneer je gaat gaan bewegen, dan zorg je ervoor dat eigenlijk die levensenergie, dat die seksuele energie ook is, dat die echt helemaal door je lichaam gaat. En dat is ook de energie die we gebruiken om magnetisch te worden voor onze wensen, om onze energie te gaan verhogen. Dus denk maar aan hoe dat je voelt na een hele een workout of een uur yogales of een half uur, maakt niet uit, of gaan paardrijden of een fietstocht gaan doen. Het moment dat je bezig bent is lastig en dan denk je van oh my god, waarom ben ik eraan begonnen? Maar nadien, het gevoel dat je nadien hebt, dat voldane gevoel, dat is het gevoel. Zelfs ook als je gewoon hele goede seks gehad hebt en dat je nadien weer helemaal opgeladen bent. En als ik zeg over het hebben van seks, dan hoef je daarvoor zelfs geen partner te hebben. Dan kan je perfect alleen doen. Maar waarbij je je echt helemaal opgeladen voelt. Dat je weer energetisch, energiek opgeladen voelt. Dat is het gevoel dat je nodig hebt om je wensen aan te trekken. Dat is het gevoel dat je eigenlijk elke dag mag naar streven om je gelukkig te voelen, je blij te voelen, je dankbaar te voelen, voelen dat je leeft. En dat is vaak ook de reden waarom dat ik merk dat mensen niet overgaan tot het gaan bewegen. Omdat wanneer je gaat gaan bewegen, dan trek je volledige energie in je lichaam. Maar dat betekent natuurlijk ook dat emoties en die leuke, positieve gevoelens, emoties, dat ik daarnet over heb verteld, dat is niet lastig, dat is leuk.
Want het gaat over die diepe emoties. En diepe emoties van gemis, emoties van ontgoocheling, verdriet, boosheid, frustratie. Die emoties die als een bulldozer of als een vrachtwagen ons helemaal van de kaart kunnen brengen en ons eigenlijk van ons pad kunnen duwen en ons helemaal uit balans kunnen brengen, die echt overweldigend zijn. En dat maakt dat heel veel mensen daar schuw van zijn, daar bang van zijn en er eigenlijk van weglopen. En daar ligt de sleutel, daar ligt de magie. Wanneer je in staat bent om je hart volledig te openen, en niet alleen je hart, maar ook je vagina, je volledige lichaam, en als man eigenlijk echt ook volledig jouw geslachtsorgaan, je penis, echt omarmt en belichaamt, dan ga je dat ook weer zien, of weer spiegeld zien in jouw leven. Dan ga je veel magnetischer worden. Dan gaan mensen aangetrokken worden tot jouw energie. En zeker als je jezelf herkent als een starseed, een sterrenzaad of een tweelingvlam. Dan ben jij niet van deze wereld. En dat maakt dat je wellicht al heel je hele leven het gevoel gehad hebt dat je nergens thuis hoort. Dat je nergens in past. Dat je het raar eentje in de vijver bent. Maar net dat, die raarheid, dat anders zijn, is jouw kracht, dat is jouw talent. En hoe meer dat mensen zeggen van, oh my god, wat doe je nu, of dat ze jou niet begrepen, is eigenlijk gewoon maar bevestiging dat je goed bezig bent en dat je goed bent in het zijn van jezelf. En als er iets is wat ik hoop, als je mij al de hele tijd volgt en kijkt naar mijn video's, dan is toch dat je... Dat je eigenlijk een soort toestemming krijgt. Een soort van bevestiging van als je inderdaad gewoon jezelf bent, dat automatisch de mensen die bij jou resoneren, of het nu gaat om vrienden, om collega's, om samenwerkingen als je zelfstandige bent, of als je ondernemer bent en je hebt een praktijk, om wat dan ook welke reden waarbij je graag maar je talent dat de wereld wil gaan inzetten en de wereld wil verbeteren. Dat je dan eigenlijk door net nog meer jezelf te zijn en nog meer je authentieke, ware essentie te gaan uitstralen, dat je als rimpeleffect eigenlijk, of als weerspiegeling, dat ziet ook in de mensen die je aantrekt. En dat is iets wat ik ook geleerd heb doorheen mijn tweelingvormconnectie. Hoe meer dat ik mezelf aanpaste, omdat ik dacht dat dat was wat hij wou, of dat het dan gemakkelijker zou gaan, hoe meer dat hij eigenlijk van mij wegliep, als het ware. Dus daar was het de eerste keer dat ik het echt op die manier ervaren heb, dat hoe meer dat ik mezelf werd en mezelf niet anders voordeed dan dat ik echt diep van binnen voelde wie dat ik ben, hoe aantrekkelijker ik werd voor mijn tweelingvlam. Maar niet alleen voor mijn tweelingvlam, ook voor al mijn zielsklanten, ook vooral de klanten waar ik die diepe zielsconnectie, die verbondenheid mee voel en waar ik merk dat het zo veel fun is en zo eenvoudig is om met hen samen te werken, omdat we op diezelfde frequentie zitten. We resoneren met elkaar. Als ik iets zeg, dan begrijpen ze wat ik bedoel. En als ze inderdaad nog niet begrijpen wat ik bedoel, dat is geen probleem, dan leg ik het nog een keer uit. Maar energetisch gezien klikt het, het klopt, de puzzel klopt. Dus als je niet goed weet van hoe komt het dat mijn wensen er nog niet zijn, of dat ik nog niet zie gebeuren in mijn realiteit van verschuivingen, stel je dan dezelfde vraag eens van waar ben ik nog niet volledig mezelf? Waar verstop ik mij nog? Waar probeer ik nog in te vullen of te gaan uitzoeken en dus ook te controleren hoe dat ik denk dat anderen verwachten van mij dat ik zal gaan zeggen, dat ik zal gaan doen, dat ik zal gaan reageren. En kijk dan eens van wat dat het verschil is met als je nu echt gewoon echt letterlijk volledig jezelf zou zijn. Wat is dan het verschil? Maar net in dat verschil, als je dat helder hebt voor jezelf, net in dat verschil, dan zou je niet alleen meer rust en vrijheid geven, maar het zal er ook voor zorgen dat je op een hele magische manier, dus eigenlijk vanuit je energie, mensen aantrekt. En dat is hoe dat manifestatie werkt. Manifestatie werkt
Omdat jij jezelf als energie afgestemd hebt op de energie van je wens. En dus dat maakt ook als je nu bijvoorbeeld schulden hebt, of je bent nu alleen en je vindt dat super lastig en heel overweldigend om alleen door het leven te gaan. Dus ik bedoel als dat je geen koppel vormt met iemand. En je wilt iemand worden die in een relatie is, ga dan eerst werken aan de relatie met jezelf. Trouw jezelf, trouw met jezelf. Ik heb dat zelf ook gedaan na mijn scheiding. En ik moet zeggen, door het feit dat ik eigenlijk de leegte dat ik aanvankelijk voelde, opgevuld heb met liefde voor mezelf, en eigenlijk als het ware een kopie van mezelf, dat zorgde ervoor dat ik nog weer magnetischer werd voor anderen. Op elk vlak. Dus, ik zou zeggen, kijk eens, hoe zit het met jouw leven op elk vlak? Mentaal, emotioneel, seksueel, energetisch. Zijn er dingen waar je nog kan groeien? Zijn er dingen waar je nog te verwerken hebt? Zijn er dingen waar je nog jezelf niet volledig toont? Zeker als het ook gaat over een seksuele relatie en in een relatie met iemand anders. Kan je ook daar jezelf volledig gewoon tonen? Kan je zeggen wat je nodig hebt? En kan de ander die daar ook in meegaan? Kan de ander dat ook inlossen? Want ook dat is belangrijk. Dat je daarin open en eerlijk bent. En gewoon ook jezelf kan en mag zijn. Moet zijn eigenlijk. Want ook dat zal ervoor zorgen dat je minder gefrustreerd bent. Omdat het helpt om je de energie door je heen te laten stromen. Dat het helpt om los te komen, letterlijk. Dat er geen vaste energie meer zit in je lichaam. En dus ook niet meer in je leven. Dus dat zijn wat hersenkronkels van vandaag. Naar aanleiding van een leuke yoga-sessie. En een hele mooi moment met mezelf. Dus ga ermee aan de slag. En misschien dat ik jou in een later video nog meer vertel over de manier waarop, dat, waarop dat ik zelf mijn leven manifesteer. Vooral vanuit energetische en dus eigenlijk met mijn seksuele energie samenwerk. Om dingen naar me toe te magnetiseren, naar me toe aan te trekken. Niet zozeer aan te trekken, maar eigenlijk eerder mezelf uit te lenen en af te stemmen op de wensen die ik heb en wil manifesteren. Laat maar horen als je vragen hebt, als je ideeën hebt, als je ergens tegenaan loopt, als er chaos in je leven is en je wilt eigenlijk gewoon weten van wat de reden ervan is. Dan channel ik met heel veel plezier daar informatie rond en dan maak ik daar weer een nieuwe video over. Zo, wil je met iemand samenwerken? Dan weet je het al. Kijk in de box. Oh, voor degenen die het nog niet weten, ik ben Lindsay. Ik ben een starseed, tweelingvlam. En het is mijn missie hier om jullie de weg te tonen. Om te helpen stukken van de sluier op te lichten, zodat je begrijpt wat er eigenlijk echt gaande is, wie je echt bent. En meer nog, zodanig dat jij ook in jouw missie gaat gaan stappen. Want er zijn mensen waarmee je zielsafspraken gemaakt hebt, die aan het wachten zijn, zodat jij jouw talent gaat delen. En dat is mijn grootste doel. Zodat iedereen een leven kan leiden in onvoorwaardelijke liefde en in vrijheid. Tot de volgende!